gefeliciteerd. Hoe heb jij vandaag beleefd? En kun je me nog een beetje horen? Ja, eerste helft was matig. Niet goed gelezen in de wedstrijd. Slecht aangenomen. Dortmund in het kracht laten komen. Ja, dat was niet handig. Zeker niet als je tegen 10 komt. Ja, dan mag het niet gebeuren dat je op achterstand komt. Je weet een rode kaart in het Frame Stadion. En dan gaat het scheidsrechter compenseren. Dan krijg je een penalty tegen. En dan kan het een heel moeilijk verhaal worden. Maar de tweede helft moet ze een compliment geven. Weerbaarheid getoond. Slimmer gespeeld. En het geduld bewaard. En uiteindelijk de kansen gecreëerd en benut. Ja, vooral inderdaad bij die penalty. Remco zat ook nog dichtbij. Hè? Hoe beleefde jij dat moment? Nou ja, op het moment dat hij gaat kijken, dan vrees je al. Maar ik denk dat het zwaar was. Als ik... je weet nooit welke richting het uitgaat. Als ik zie de overtreding op Rens afgelopen zaterdag in Almelo. Die was vele malen zwaarder. En dit was echt een heel ongelukkig moment. Maar nogmaals, het kan gebeuren op het moment dat je een rode kaart bij de tegenstander krijgt. Ja, dan gaat de scheidsrechter misschien wat discutabel in zijn stadion, zo'n entourage. Ja, dan kan hij toch onder de indruk geraken. En dat is helaas gebeurd. Maar dan moet je het omdraaien en daar hebben we ook in de rust op gehamerd. Ja, wat zeg je dan allemaal in de rust? Want was het geloof er nog? Ik heb gezegd in de rust, vergeet die eerste helft. Dat is voor later. We hebben wat omgezet, we hebben een wissel gemaakt. Daar wat te doen, ook centraal op het middenveld. Een aanvallende type ingebracht met Klaassen en die fantastisch ingevallen. Die de rust bewaard, goed tussen de linies en uiteindelijk gescoord. Ja, Erik, je wordt toegezongen. Wat doet dat met jou? Ja, ik vind het geweldig voor de fans dat er ook zoveel zijn. En dat ze dit feest mee kunnen beleven. En het is een geweldige steun in de rug. Hoe we elke keer worden gesteund. Vorig jaar kon het helaas niet, maar nu zijn ze er weer bij. En ja, het is toch heel erg bijzonder dat je na 4 wedstrijden al gekwalificeerd bent voor de 8e finale van de Champions League. 1-1 was natuurlijk ook al een prima resultaat, want daar waren we ook al heel fijn mee gekomen. Maar ja, uiteindelijk als je een man mee hebt, ja, dan wil je het ook benutten. En ja, we zijn dezelfde voet verder gegaan en uiteindelijk komt dan de 2-1, wederom Haller. En ja, dat is dan toch geweldig. En dan uiteindelijk wordt het ook 3-1 met 3 assisten van Anthony. Ja, die wederom denk ik in de Champions League een geweldige wedstrijd speelt. Ja, het is bijna een boek, hè? Je komt met 1-0 achter. En uiteindelijk win je met 3-1 en je gaat dus door. Dat is bijna een boek, lijkt me. Nou ja, ik zou eerder zeggen een hoofdstuk in een boek. Een hoofdstuk in een boek, inderdaad. Want als ik jou begrijp al tijdens het 24 uur feesten, dus hoe ga je dit nu met de ploeg, 24 uur feesten, hoe ga je dat beleven? Nou ja, kijk, we hebben nog wat te doen. Want we willen natuurlijk ver komen in de Champions League. We willen de Europese elite ergeren. En we wouden verder komen in de Champions League, in de overwintering. Nou, dat is gelukt. Dus ja, het eerste doel is bereikt. Al was dat niet eens het doel. Maar ja, daar zijn we wel. Maar we willen als ploeg verder groeien. En dat moet via de competitie. En dan kun je niet zulke prestaties leveren als afgelopen zaterdag. En ja, daar zal zeker nog over gesproken worden in de komende dagen. Want in de komende 2 maanden, ja, dan moeten we wat wegzetten in de competitie. Want we willen ook weer kampioen worden. Ja, hoe mooi vond je het nog even met de groep hier in de hoek, het feest vieren en met de fans? Nou, dat is terecht. Want het is nou eenmaal toch bijzonder dat je nu al, maar überhaupt, je kwalificeert voor de Champions League voor na de winter. En ja, dat geeft toch een bepaalde motivatie mee. Dat zal een geweldige impuls geven aan de selectie. Maar ik denk aan de hele club. En die daardoor in beweging blijft en we kunnen met z'n allen uitkijken. Nou, denk ik straks een heel mooi affiche naar de winter in de Champions League. Ja, klein feestje in de bus zometeen, Erik. Ja, nee, natuurlijk gaan we daarvan genieten. En dat moet ook, want ja, we hebben er keihard voor gewerkt. En dan moet je er ook even van genieten. Gaan we zeker doen. En daarna gaan we weer op naar de volgende wedstrijd. Van harte gefeliciteerd, Erik. Alsjeblieft. Dankjewel.